Allemaal, welkom weer bij een nieuwe challenge van Yvonne en Tom. Wij dachten, we gaan eens eventjes een ander soort challenge erin doen. En dat is met het tussenbod van 1 sanse toe. Nou, laten we gewoon eens eventjes kijken naar biedverloop. Partner opent 1 schoppen. Die belooft minimaal een puntje of 12 en 5 kaart schoppen. Oost biedt 1 sanse toe. Nou, 1 sanse toe belooft vaak ongeveer 15 tot 17 punten met een schoppendekking. Zelf heb je 10 punten, dus dan weet je eigenlijk al dat West heel weinig punten heeft. Want 10 plus 12 is 22. Nou, stel je voor Oost heeft 16 punten, dat zijn 38 samen, dan zou West er nog maar 2 hebben. Dan zijn dus de punten op die manier verdeeld. Wat de beste afspraak is die je hier kunt maken, is doublet is voor straf. Ik zag zelfs al dat een hele goede speler zoals Gert-Jan den Hartog hierop gereageerd had. Gert-Jan, leuk dat je ook reageert op deze challenges. Wordt enorm gewaardeerd. Kunnen we allemaal nog wat van leren. En die noemde het inderdaad ook keihard straf zelfs. Moet je voorstellen dat het beste advies is op het moment dat je partner opent. Er wordt een sans tussen geboden en je constateert dat je dan de meerderheid van de punten hebt. Dan speel je doublet voor straf. Dat brengt gewoon het meeste op. En het is dus een hele goede afspraak. Dit is dus een uitzondering op negatief doublet. Nou, helemaal goed. Ik hoop dat het voor iedereen nou duidelijk is. En dat je veel sansen gedoubleerd gaat tegenspelen. En daarmee veel toppen gaat opschrijven. Hey, tot de volgende challenge.